De vogels van Holland zijn zo muzikaal. De Vogels van Holland is het allereerste liedje ooit gezongen op het Songfestival. Nederland werd er tweede mee in 1956 in Zwitserland. Best een goede prestatie, maar toen deden er nog maar 7 landen mee. Signore en signori, buonasera. Buonasera. Slovenië. Nu zijn dat er veel meer, namelijk zo'n 40 landen. Het Eurovisie Songfestival wordt georganiseerd door de European Broadcasting Union, de EBU. Daarin werken omroepen van veel Europese landen samen, maar ook een paar landen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ieder lid van de EBU mag meedoen aan het Songfestival, moeten ze wel voor betalen. Meedoen aan het Songfestival. Daarom, anders dan het Eurovisie Songfestival doet vermoeden, mogen ook landen zoals Tunesië en Israël meedoen. Het enige buitenbeentje is Australië. Dat land doet sinds 2015 mee, maar is geen lid van de EBU. Toch is voor Australië een uitzondering gemaakt, omdat in dat land het Liedjesfestival ook ontzettend populair is. Now it's time for Sweden. Het Songfestival bestaat dus al 68 jaar en is uitgegroeid tot een van de allergrootste mediaspectakels. Dit jaar gaat het gebeuren in Zweden, in de stad Malmö. Want vorig jaar won de Zweedse Loreen. Het Songfestival is nog altijd populair en zal dan ook de komende jaren georganiseerd blijven worden. Wie weet volgend jaar wel weer in Nederland, net als in 2021. Als Joost Klein er met de winst vandoor gaat. Ik zal niet stoppen tot ze zeggen ja, dat doet hij goed hé.